het is een heel belangrijk project dit jaar dat jeugd een voorname rol speelt gedurende het WMC. Het doel hier is eigenlijk om mensen muzikaal samen te brengen in aspecten van muziek, artistiek, maar ook uitwisseling van speelstijlen. Kei Hollands is echt een beetje pom, 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 maar de Spanje spelen ze veel meer, ja, ik weet niet hoe ik moet zeggen eigenlijk. Ze spelen veel meer, ze luisteren wat meer naar elkaar, zo is het eigenlijk. Ja, echt heel enthousiast. Elke keer als er dan iemand mag spelen en dan speelden ze het goed en dan helemaal klappen en applaus en dat is heel enthousiast. Dat is gewoon heel leuk om mee te maken. Vooral de sfeer en de energie die zij toch extra in de stukken steken en hoe ze enthousiast het kunnen maken. Het is wel leuk, maar ik denk dat het ook in de mentaliteit zit van Spanje ook gewoon. Want in Holland is het eigenlijk meer nuchter. In Spanje is yo creo que es todo es hay más color. O sea, hay, buscan mucho más el color de diferentes instrumentos, de todo. Y aquí es mucho más metal, es mucho más brillante, mucho más enfarria de metales, mucho más espectacular. Je ziet het en je moet het spelen en je kunt dus niet eventjes van tevoren studeren of zo of het even bekijken en dat maakt het best lastig af en toe. De communicatie verliep slecht. We konden er niks van maken wat de dirigent zei. Het is allemaal Spaans. Met WMC on Tour brengen we dus de muziek naar de mensen toe. Niet alleen in kerkraden, maar ook daarbuiten. En het uitzicht in gezamenlijke repetities van internationale jeugdorkesten die ook opgesplitst worden, verdeeld worden over andere orkesten. Dus je krijgt een grote mix. Vervolgens komen de repetities uit in concerten en die zijn in de avonduren door de hele provincie en ook Duitsland en België. En het derde aspect is de workshops. En dat is heel leuk om te zien. Nog kleinere groepen, nog meer individueel, in kamermuziekverband musiceren deze orkesten. Je ziet iets ontstaan wat eigenlijk heel uniek is. En in deze mate, in deze grootte, heb ik dat eigenlijk nog nooit meegemaakt ergens. Son culturas muy diferentes. Nosotros allá tenemos arraigado un aprecio por la música alegre, por el baile, por la canción. Entonces es como un choque cultural muy muy rico. Ha sido una experiencia increíble. De alguna manera poder compartir y unir estas dos culturas y ver las reacciones que hay de nosotros hacia ustedes y de ustedes hacia nosotros también. Naast muziek ligt iets meer directer bij het volk, is ook een soort traditie geweest en nog steeds. Het is ook in onze regio natuurlijk een begrip. Alleen een begrip waar we misschien wat te vanzelfsprekend mee zijn omgegaan. En als je de krimp ziet in onze bevolking, ja, dan wordt het natuurlijk toch een hele klus om die jeugd toch steeds bij blaasmuziek te betrekken. Ik speel de trombone zo ongeveer 9 jaar. Mijn moeder die speelt piano en mijn vader heeft altijd bij het bestuur van de harmonie gezeten. En zo ben ik eigenlijk ook in het wereldje terechtgekomen. Het heeft een mooie klank en het is een heel divers instrument. Dan ook altijd trompet of saxofoon, dat vond ik helemaal geweldig.
En Ubu, daar had ik zelf nooit van gehoord. Maar nu ben ik toch wel blij dat die keuze van mij is gemaakt, zeg maar. No, en mijn familie no hay más músicos. Pues soy el primero y no sé, ojalá hayan muchos más pues, después de mí, mi descendencia, porque pienso que la música es cultura. In Colombia I have a program, Red de Escuelas de Música de Medellín. It's a program for give all the people a different way to start life, more or less in the young guys, like 7 years and 12 years. De la red de escuelas a una de las 27 escuelas y me gustó mucho. Pues yo oía y escuchaba la música y yo, wow, ¿por qué no vi esto antes? Y entonces fue como una gran oportunidad que llegó a mí. We don't see problem of drugs because music it's a different way to organize your life. But of course in Colombia and in all world have drugs. Ja, Medellín was dus eigenlijk, of is de grootste drugstad in heel Colombia. En er is natuurlijk heel veel criminaliteit. Dat je die mensen op jeugdige leeftijd al op een andere manier met iets anders in contact kunt brengen. En dat is natuurlijk wel een voorbeeld voor ons dat ze hier in die landen al op hele jonge leeftijd met muziek in aanraking komen en ook door muziek een bepaalde ontwikkeling krijgen. Ja, het project in Medellín is een, zeg maar, is een sociaal project waar muziek gebruikt wordt, zeg maar, als middel om jongeren op te leiden. Een opleiding te geven als persoon, kunnen we eigenlijk zeggen. Dus echt een vormingsproces. Alle waarden die ze nodig hebben om goed te functioneren in een orkest, zijn eigenlijk net dezelfde waarden die je nodig hebt om goed te functioneren in een maatschappij. En als je die via de muziek toegediend krijgt, en dat je inderdaad begrijpt wat discipline is, wat verantwoordelijkheidszin is, dan kan je daarna rustig een andere carrière beginnen in de universiteit. Kan je studeren wat je wil. Die waarden die heb je voor het leven. En dat is eigenlijk de bedoeling van het project. Voor heel veel van de mensen die deel uitmaken van het orkest, is dat misschien niet hun enige kans, maar wel een hele grote kans om iemand te zijn. Om echt iemand te... ja, het is iets wat hen zelfvertrouwen geeft, wat maakt dat ze eigenlijk iemand betekenen. En ze hebben een rol in dat orkest. Een rol in dat orkest en via dat orkest hebben ze een rol in de stad. Yo practico 4 horas al día, todos los días. Es una oportunidad maravillosa compartir con otra banda, puesto que podemos aprender mucho musicalmente. Que la música es un pasatiempo para mí y no cambio la música por nada. Al día, por ahí 2 horas cada día. We leven in een andere samenleving. Je kan niet de realiteit overnemen. Dat is een fout die ik in Spanje dikwijls heb gezien en gehoord. Als ze zien hoe het gebeurt in Medellín, hoe het gebeurt in Venezuela. Ja, dat systeem moeten we ook hebben. We gaan dat ook toepassen. Je kan dat niet toepassen. Je kan niet een systeem van jongeren die eigenlijk niks anders hebben dan die muziek, dat systeem nemen en overplaatsen in een maatschappij waar we absoluut alles hebben. De beste instrumenten, de juiste temperatuur, een fantastische stoel om op te zitten. En dat, ja, die hebben gewoon andere noden. In het algemeen zie je dat onze verenigingen heel vitaal zijn. Dat ze meer moeite moeten doen om jongeren binnen te krijgen. Maar dat ze er nog prima in slagen om jeugd te binden. Ik zeg er wel bij, er zijn verenigingen waar dat dus heel goed lukt en er zijn verenigingen waar dat minder goed lukt. En dat heeft allerlei oorzaken. Bijvoorbeeld als je in wijken zit waar vergrijzing optreedt, waar minder jeugd is, dan is het dan moeilijker om daar te werken. We hebben ook een nadeel ten opzichte van andere verenigingen. Bij ons koop je niet zo snel een instrument, want die zijn heel duur. En je kunt er ook nog niet meteen mee spelen. Je gaat vaak een heel traject aan vooraf. Dus het duurt gewoon wat langer voordat je het resultaat ziet van je inspanning. Ja, en de jeugd tegenwoordig wil ook over het algemeen snel kunnen genieten van wat ze doen. Dus daar hebben we wel een beetje nadeel aan. Maar goed, dat proberen we te ondervangen door op een speelse manier de jongeren al heel vroeg te laten samenspelen. Veel vroeger dan dat een aantal jaar geleden gebeurde. Ja, en hoe is de vereniging georganiseerd? Hè? Bedenk je ook dingen die jongeren interessant vinden? Ga je ook een keer met die jongeren op kamp? Of doe je leuke dingen los van de muziek? Kijk, als je alleen maar noten moet leren en je brengt het niet op een leuke manier, dan is het voor jeugd ook veel moeilijker om het vol te houden. Maar het gaat niet vanzelf. Verenigingen moeten daaraan blijven werken. En wat wij als LBM doen is ook vooral om die verenigingen die bijvoorbeeld hele goede resultaten geboekt hebben, in contact te brengen met verenigingen die moeite hebben om het te organiseren, zodat ze van elkaar kunnen leren. Ik denk dat we fouten hebben gemaakt in Europa. En daarmee wil ik niet zeggen dat competitie niet goed is. Maar het kan niet de competitie op zich als einddoel zijn. Er moet een reden voor zijn.
Verenigingen zelf vragen ook vaak om enige competitie. Ja, dat is ook een soort doel waar je naartoe kunt werken. En je kunt laten zien hoe goed je bent. En voor de beste is het dan mogelijk om bijvoorbeeld naar een wereldmuziekconcours te gaan. Om op wereldtoneel je te meten aan anderen. Orkesten kunnen bijzonder versterkt worden naar een wedstrijd toe. En na de wedstrijd blijft een half orkest over. Dus wat doe je dan? Welke boodschap geef je dan als vormingsproces voor het orkest? Dan heb je wel een mooie prijs hangen dan aan de muur. Maar dan houdt het ook mee op. En ik denk op lange termijn is dat niet de weg die we moeten afleggen, denk ik. We hebben het LBM Jeugdorkest opnieuw opgericht, 2 jaar geleden. Waar dus alle Limburgse muzikanten die op niveau spelen, jonge muzikanten bij elkaar zitten. En als je ziet wat daar van dynamiek van uitgaat, wat dat voor een spelvreugde oplevert en hoeveel publiciteit dat genereert en hoe mensen daarop reageren, dan heeft het ons toch nog verbaasd hoeveel positieve impact als boekbeeld, zeg maar, als vlaggenschip, zo'n orkest heeft. Ook een stukje voorbeeldfunctie. De meeste mensen hebben het beeld van ja, tieners die gaan uit en zo en die zuipen. En dus die gaan ook nog naar school omdat het moet, zeg maar. En die sporten de meeste of iets. Als ze muziek maken, dan is het vaak pop. Maar klassiek, daar hebben veel tieners, denk ik, of die er niet in zitten, zeg maar. Die hebben er toch een beetje een beeld van oh, dat is saai. Of met een harmonie, dan loop je alleen maar in zo'n raar pakje over straat. En dan moet je mars spelen of zo. Maar dat is het dus. Het is veel meer dan dat. Ik ben wel vaak weg, bijna elke avond eigenlijk. Maar ja, ik vind het leuk. Dus ja, ik heb het er wel voor over. Ja, mijn hele familie is zelf muzikaal. En ik dacht van, ja, ik wil ook iets in de muziek doen. Mijn droom is toch professioneel trombonist te worden. Porque toco flauta porque me gusta mucho escuchar la dulzura que tiene la flauta en la orquesta y porque es la parte más tierna que hay en las maderas y porque brilla mucho y es muy bonita. Todos los días estudio 4 horas. Sí, es de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Que si quiero ser una profesional, claro que sí, me gustaría y pienso que es posible y sí, eso es lo que quiero hacer con mi vida, hacer una buena música profesional algún día. Jongens, de bus is allemaal weg en ze hebben ons hier achtergelaten, dus dit is kijken of we nog toch komen. Ja. We hebben voor 8 maanden dadelijk meteen als we de bus uit zijn even kunnen helpen met wat er nog moet gebeuren van het slagwerk uitladen. 1, 2. Drie kwartier of zo. Ja, eigenlijk soundcheck, maar ja, dat krabt denk ik. Het is allemaal onder controle. We zitten nog steeds 10 minuten voor op schema, dus dat is een kwestie van goed plannen. Die alle lui die hier weggemunt, die worden al getransporteerd. Thank you.
ja, het slagwerk dat dan dat arriveert, want ja, dat is er nog steeds niet. Ik zie nog niks. Ik zie alleen een tourbus staan, maar ik zie nog geen andere busjes staan. Het is wel al balen als er dan, ja, bijvoorbeeld wel even zelf ook inspelen met de rest van het orkest. En als dat dan niet gaat, ja, dat is dan wel, is wel een tegenvaller. Ja, dat is wel mij. Het is wel altijd spannend. Ja, ik heb geen flauw idee. Het zou je er eigenlijk moeten zien, maar dat is niet echt goed geregeld, denk ik. Maar ik weet er ook verder niet het fijne van, dus ja. Als ik echt zenuwachtig ben, dan denk ik echt overal op. Met Colombia spelen we dan Gale Force. Daar zit wel op een gegeven moment zit er wel een flinke, ja, flinke. Zit er wel een slagwerksolootje in en dat is voor een paar moten, maar dan mogen we even flink allemaal rammen. Dus dat is wel prettig, even uitleven. Het is zeker wel een hele goede uiting in de muziek van de Colombianen en van de Spanjaarden. Ook al kon ik wel merken, want het stuk kreeg meteen een andere sfeer. En het, ja, wel wat, ja, dat is, ja, vond ik wel leuk om metgemaakt te hebben om het te repeteren en dan vanavond ook uit te voeren. Hoi. Het blijft zeker spannend. Als het er niet is, dan hebben we een heel groot probleem. Dus hopen maar dat het er op tien is. Ik kom eigenlijk altijd kijken naar concerten van Sophie. Ja. Altijd vaste fans. Hè. Soms vinden ze het niet altijd even leuk om mee te komen, die jongens. Maar papa, mama en opa en oma die vinden het helemaal geweldig. Ze spelen eigenlijk allemaal samen in een harmonie. En dan gooi ik altijd wel loesterlijk. Ja. Ik vind het geweldig dat ze doen. Dus hoe meer, hoe liever. Ik speel akoestisch gitaar. Mondharmonica. Ja, vroeger kregen we geen instrument. En zei je altijd hier bij de harmonie gewild. Ja. Maar ja, vroeger waren alleen maar de jongens die bij de harmonie mochten. Maar dan komt ze net aan. Ja. Dus de anderen die zijn blijkbaar belangrijker. Zal het dat wel zien? Ik weet in ieder geval dat in ieder geval de achterste die nog komen vrij is. Oscar, heb ik het stoelnummer, dus wacht even op plek hebben. Goedenavond, dames en heren. Vanaf welkom bij WNC On Tour. Kerst van de Lutherse Bond van Muziekgezelschappen, onder leiding van Björn Bus. Velno speelt Colombia en het LBM Jeugdorkest. En als je dan die groepen mixt en je ziet het hout van de LBM, de klarinetten, saxofoons, fluiten, die zitten heel rustig op je stoel, spelen hun noten, doen dat plichtmatig, ook met veel enthousiasme. Maar dan zie je het koper en het slagwerk van Colombia
En dat swingt de pan uit. Die kunnen geen moment stilzitten. En ook met repeteren merk je dat de Nederlanders, de Limburgers, vrij rustig eronder blijven. El concierto de ayer me gustó mucho, fue muy bonito, fue mágico. Hicimos una música muy bonita y con todo el corazón, lo disfrutamos muchísimo y al público le gustó, los hicimos bailar un poquitico con nuestra música. Oh, gisteren, het was echt heerlijk, het concert. Ik had veel ervaring opgedaan. Het was leuk om met Colombia samen te spelen. El concierto ayer fue maravilloso, fue una experiencia increíble ver la reacción del público aquí, de las personas holandeses, porque no están muy acostumbrados al estilo de música que nosotros hacemos, pero al ser tan alegre ellos se contagian de toda esa energía, entonces también empiezan a bailar, empiezan a cantar un poco, empiezan a sonreír, entonces es de alguna manera como un logro personal y un logro de toda la banda lograr transmitir el poder de nuestra música colombiana hacia ustedes aquí en Europa. Sí, me parece que hubo una gran energía de parte de la banda y me pareció muy buen concierto. Geweldig, echt. En zelfs nadat er stukken hebben gespeeld, gingen we ze alle de foyer in. En toch ging iedereen nog muziek maken en dansen. Dus het was echt niet normaal.